Ik liep naar de buren. Gewoon naar de buren, die brengen me terug. Maar dit, grote inspectie, gezeur om papieren, gedoe met getuigen, het gaat me te ver. Geef mij maar een tomaat met sla. Ik draag mijn eigen huis van horen. Verslijt uw schoenen graag voor vrouwen. Het is nog vele trage jaren sjouwen naar mijn graf. Ik ben iedereen te langzaam af. Waar is Snoopy? Waar is Snoopy? Waar is Snoopy? Geef hem terug! 17 jaar geleden erfde ik een Griekse landschildpad. En ik weg van huis voordat ik er eigenlijk erg in had. Dus de AID, nou Snoopy mee. Waar is het bonnetje? Geen idee. Een atoombom, een atoombom op een mug. En dan hebben wij aan de telefoon Louis Cautier. Hij heeft een reportage gemaakt over Snoopy. En Snoopy is de schildpad van Henk Westbroek die in beslag is genomen. Louis, goedemiddag. Goedemiddag, dat is voor jou. Het heet helemaal Snoopy. En ik las iets over een atoombom op een mug, hè? Ja, dat klopt, ja. Hoe ben je op het idee gekomen, Louis? Nou, ik doe theater, film en televisiewetenschap aan de Universiteit van Utrecht. En daar hebben wij het vak videopracticum. En ik heb samen met Tessel Schmid, dat is een medisch student van mij, heb ik al dus die doken gemaakt. En we wilden eerst een onderwerp maken over reptielen. En we wilden dus een reptielenzaak in en dat een beetje vastleggen wat er allemaal gebeurt. En toen vroegen we aan die eigenaar van, is er wel eens een beestje ontsnapt bij jou? Maar dat was dus niet het geval, maar hij zei dus wel bij een bekende Nederlander en dat was dus Henk Westbroek. Ja. Toen dachten we, we gaan even Henk bellen en eens kijken wat het allemaal voor verhalen heeft. Want hij had een schildpad en die heette Snoopy en die was dus ontsnapt uit zijn huis. Ja. Dat was allemaal heel gedoe met media, want hij had een Griekse landschildpad en dat beestje was dus illegaal. Hij had het geërfd van zijn tante Annie. Hij had geen bonnetje meer, dus hij kon niet aantonen dat het beestje van hem was. En toen werd hij meegenomen, hè, door de AID? Door de Algemene Inspectiedienst, ja, dat klopt. En ik heb onlangs stond er nog in de krant dat hij verkleed als pinguïn als Vader for Justice bezoekregeling wilde hebben voor Snoopy. Ja, hij wil een actie gaan doen in de zomervakantie of periode. Oké. En dat staat dus nu op de planning. Ja. Dus wij hebben dus vastgelegd in de documentaire de hele kwestie daarvoor. Daar hebben we dus ook Tineke Hummelen voor de camera gekregen, die dus van de Algemene Inspectiedienst is. En die heeft een beetje uitgelegd hoe dat allemaal zo'n hype is geworden en wat zij hebben gedaan. Dat beestje is nog steeds niet terug. En nu wil hij dus met een actie nog een keer aantonen van dat misschien de Algemene Inspectiedienst niet correct heeft gehandeld. En wat denk je, maakt die kans dat Snoopy terugkomt? Joh, ik zou niet weten. Nee. Het blijft heel spannend. Dus, ja. Hebben jullie Snoopy ook kunnen filmen? Nee, helaas niet. Nee, dat want niet. Het beestje zit ergens ver weg in Nederland. In een of ander opvangcentrum. Maar ik weet niet waar. Je weet niet waar. Dat hebben ze niet laten weten. Hebben ze het geheim gehouden. Hey, en het gaat zo langzamerhand een eigen leven leiden. Want er is inmiddels ook een liedje.
Ja, dat klopt. Ik heb naast mijn studie een eigen productiebedrijf, dat heet Louis Gauthier Productions. En daar heb ik dus een song geschreven over die hele kwestie. En toen gevraagd aan Henk Westbroek of hij guest vocals wilde doen op mijn track. En samen met Ingmar Heitzer, de Utrechtse dichter. En het toeval wilde dat hij een paar maanden geleden, toen die kwestie al eerder in het nieuws was, had hij een gedicht geschreven erover. En dat zit in de lead, zeg maar, van dat nummer. En vervolgens komt Henk en daarna doe ik nog wat vocals en een heus kinderkoortje. Die zegt van, waar is Snoopy? Het is allemaal mooi bij elkaar gekomen. Ja, absoluut. Ja. Die documentaire wordt uitgezonden op Stadstv Utrecht, hè? Mm-hmm. Tweede Pinksterdag. Ja. Eens even kijken, de eerste uitzending om 7:00 en ja. Daarna komt hij in de cyclus steeds voorbij. Klopt. Okay. En we hebben ook een leuke site, dat is misschien voor de luisteraars leuk om te weten, dat is www.waarisnoopy.tk, allemaal aan elkaar geschreven. En daar staat echt alle informatie op wat je maar wil weten en waar we al zijn geweest, want dat heeft ook nog meer media gehaald al, dus... Kunnen ze het allemaal blijven volgen? Ja, inderdaad. Oké. Louis, wij gaan het nummer draaien. Waar is Snoopy? Waar is Snoopy?